Leuk dat je kijkt naar deze reparatievideo. Mijn naam is Davy en in deze video ga ik laten zien hoe we de aan- en uitknop van de iPhone 6 gaan vervangen. Nou, hoe je dat moet doen, laat ik je straks allemaal zien. Even kort de aan- en uitknop. Aan de aan- en uitknop zit ook de flitser en een derde microfoon. Voor als je geluid aan het opnemen bent, kan die het geluid versterken. Nou, wat heb je allemaal nodig voor deze reparatie? Dat is een schroefmat. Enorm belangrijk, want je haalt enorm veel schroeven uit de iPhone 6 als je de aan- en uitknop wil vervangen. Nou, een batterijsticker om de batterij even netjes terug te plaatsen. En een reparatiesetje om de schroefjes te verwijderen. Nou, hoe je die aan- en uitknop moet vervangen, ga ik je nu laten zien. Nou, vaak als je de aan- en uitknop gaat vervangen, dan werkt hij niet meer of hij werkt niet meer goed. Deze werkt nog wel. Nou, stel voor dat je de iPhone nog uit kunt zetten, dan zet je hem uit. Lukt dat niet? Dan laat je de iPhone op dit moment gewoon aan. Het allereerste wat we gaan doen is toch de batterij ontkoppelen. En dan is de stroom helemaal van de iPhone af. Nou, met de pentelopen schroeven draaien verwijderen we hier twee schroeven. Deze twee schroefjes moet je verwijderen om het scherm 90 graden omhoog te halen. Met het nylon sputje kan dat bijvoorbeeld. En nou kijken we in de iPhone 6. Nou, als we de batterij willen ontkoppelen, moeten we hier twee schroeven verwijderen en dan kunnen we de connector eraf halen. Nou, dat doen we met de kruiskopschroeven draaien. Let goed op dat je elke schroef weer op de goede plek terug plaatst. Anders kun je namelijk defecten veroorzaken. Nou, daarvoor is die magnetische schroefmaat ook zo belangrijk. Nou, het beschermplaatje van de batterij is er nu af. En nu kunnen we voorzichtig de connector eraf klikken. Ik ga expres alleen echt achter de connector zitten met de plastic connector openen en niet op het moederbord schrapen, dus alleen echt de connector pakken. Nou, als de batterijconnector eraf is, dan kunnen we het scherm verwijderen. Hiervoor moeten we 5 schroefjes weghalen. Nou, hier rechtsboven zitten wat langere. Hier zit ook nog een schroef, die kun je laten zitten. Die is van de antenne die hier rechtsboven zit. Soms halen mensen dit door elkaar heen. Dat is even een extra tip. Hou het scherm ook niet veel verder dan 90 graden. Anders kun je de kabels kapot maken. En dan werkt het schermpje niet meer. Dat zou zonde zijn. Nou, schroef nummer 4. En schroef nummer 5. Ook bij deze schroeven is het weer enorm belangrijk dat elke schroef op de goede locatie weer teruggeplaatst wordt. Elke schroef heeft namelijk een andere afmeting. En als je dit door elkaar gaat halen, dan kun je echt problemen krijgen. Nou, nu kunnen we voorzichtig de kabels eraf trekken. Nou, waarom trek ik ze eraf? Er zitten heel veel weerstandjes op het moederbord om de connectoren heen. Als je dat vaak met de plastic connector open doet, dan kan het af en toe misgaan. Als je ze gewoon voorzichtig eraf trekt, kan er niks gebeuren. Nou, we gaan gewoon onderaan beginnen. De kabel van de dock connector klik ik los. Deze pak ik ook weer bij de kabel en niet bij de connector, zodat ik niet op mijn moederbord hoef te wrikken. Nou, de GSM antenne die vastzit aan de dock connector. Die klikken we eraf. Nou, onder de simkaart houden zit een schroef, die moet eruit. Vergeet de simkaart houden zelf niet te verwijderen. De
Anders kunnen we straks het moederbord er niet uithalen. Nou, de achtercamera moeten we eruit halen. Nou, we zien maar één schroef zitten, er zitten er twee. Die andere zit hier achter het stukje tape. Als je op de schroefmat kijkt, dan zie je ook waar die zit. En hier hebben we een beschermkapje. En de achtercamera zelf. Die is er nu ook af. Nou. Nu zien we hier een dikke schroef zitten. Die kun je met twee schroevendraaiers verwijderen. Namelijk met de pentelobe en met de platte. Ik probeer altijd eerst de pentelobe. En als dat niet lukt, dan pak ik de platte maar. Nu krijg ik hem er gelijk uit. Dan heb ik iets meer grip op de dikke schroef. Hier zien we nog een hele verzameling schroefjes aan de bovenkant. Die moet ik allemaal verwijderen. Onder dit beschermplaatje zit de connector van de aan- en uitknop aan de rechterkant. En die van de volumekabels aan de linkerkant. Bij veel iPhones is dat ook namelijk één kabel, de volume en de aan- en uitknop. Maar bij de iPhone 6 is dat niet zo. Die rechts is van de aan- en uitknop en die linker is van de volumekabels. De antenne die linksboven zit, kunnen we nu weghalen. Er zitten enorm veel schroefjes in, zodat hij goed gelijk met het frame en de signalen makkelijk kan doorsturen. Het is ook belangrijk dat je die schroefjes weer op de goede locatie terugplaatst. Nou, die schroef wat hier zit, die moet er straks ook uit. En die wat hieronder zit, die kunnen we laten zitten. Nou, deze schroef kunnen we pas zien op het moment dat je de antenne eruit hebt. Zo. Nou, nu kunnen we voorzichtig de connectoren losklikken. Vorm zowel de volumekabel als aan- en uitknop. En dan gaan we kijken als we voorzichtig het moederbord eruit kunnen halen. Nou, als dat niet voorzichtig kan, dan zit hij nog ergens vast. Waar je even goed op moet letten, is dat hij je hem hier onderweg schuift. Dus straks als je hem terugplaatst, dan moet hij het ook weer niet zo, maar echt onder komen. Maar dat zou ik dan nog even extra aandacht geven. Nou, nu zien we hier de kabel al lopen. Die gaat hier naar de flitser en daar de microfoon. En hij gaat hier onze batterij door. En dan komt hij hier bij het moederbord uit. Logisch gewijs, we moeten de batterij ook even weghalen. Anders kunnen we niet de kabel vervangen. Als we de batterij willen vervangen, dan is het makkelijkst dat we de trilmotor heel eventjes van zijn plek halen. Die zit vast met twee schroefjes. Nou, als een schroevendraaier wat minder magnetisch wordt, dan kun je hem via de geluidsbox weer opladen. Elke schroevendraaier wordt bijna wel minder magnetisch in de verloop van tijd. Dat is dan gewoon een handige tip. Even tussendoor. Nou, de trilmotor gaat eruit. De batterijstikken, die halen we ietsjes van de batterij af hier. En die kunnen we dan zo horizontaal mogelijk
onder de batterij weghalen. Kijk. Houd het zo plat mogelijk, anders gaat die knappen. Kijk, dan krijg je dit. Zo. Kijk, nu kun je de batterij ook gewoon voorzichtig en veilig weghalen. Zonder dat je erg hoeft te wrikken of wat dan ook. Nou, hier zit de flitser vast. Dat is één schroefje en een houdertje. Onthoud goed, het schroefje zit onderin. En het houdertje halen we ook weg. Nu draai ik de iPhone ietsjes bij. En dan zien we hier twee schroefjes die verwijderen we ook alle twee. Zo. Nou, de kabel kunnen we nu langzaam weghalen. Bij de microfoon zit hij ietsjes vast. Nou, wat even belangrijk is waar je op moet letten is. Kijk, ik pak nu ook de sticker van de microfoon en een klein stukje van het gaasje weg. Die beschermt de microfoon natuurlijk via voor het vuil. Kijk, het gaasje zit er nog wel. Maar gelijk erachter zit ook een stickertje. Nou, deze gaan we eraf halen. En dan kunnen we die netjes overzetten op de nieuwe kabel. Kijk, daar is die. De nieuwe kabel zit nog in het zakje. Daar komt een stickertje weer netjes op. Dit gedeelte moet dubbel gevouwen worden. Het makkelijkste is om eerst de flitser en de microfoon te doen. En daarna de kabel zelf. Zo. Nou, het houdertje plaats ik gelijk alweer terug. Zodat hij niet meer van zijn plek kan gaan. En het schroefje ook, zodat ik die niet vergeet. Nou, even een check. Nou, de flitsen zitten weer mooi achter. Dan weten we ook dat dat gelijk is goed gegaan. De aan- en uitknop zat al iets gevouwen. Die leggen we weer netjes op zijn plek. Nou, die zat ook weer met twee schroefjes vast. En beide schroefjes plaatsen we weer netjes terug. Nou, ik test hem ook. Hij klikt gewoon weer fantastisch. Nou, nu gaan we het moederbord weer terugplaatsen. We beginnen bovenaan. Zorg ervoor dat deze connector en de antenne
niet meer in de weg zitten. Dat deze twee kabels naar achteren staan. En waar je goed op moet letten is dat hier aan de bovenkant, dat je hem eronder schuift. Dus niet erboven, maar echt eronder. Nou, hier die antenne die komt ook erboven. En je ziet het nu al fout gaan. De twee connectoren zijn plotseling verdwenen. Nou, dus kijk, ze moeten er goed boven. Net als deze kabel en deze antenne. Als we dat helemaal goed hebben, dan voel je ook dat hij er stabiel in ligt. In ieder geval zover stabiel dat er nog geen schroefjes in zitten. Nou, we beginnen met het vastklikken van de connectoren. Aan welke kant je begint maakt op zich niet zoveel uit. Ik begin nu bovenaan. Deze schroef kan er alleen in zonder dat de antenne op zijn plek zit. Die komt eronder te liggen, dus die plaats ik als eerste weer terug. Nou, de antenne zelf komt weer netjes op zijn plek. Alle schroefjes kan ik weer terugplaatsen. Hier komt een houder overheen, dus daar komen nog geen schroefjes in. Dat kan wel, moet je eerst de houder erbij pakken. Dus het is belangrijk dat je het moederbord goed terugplaatst. Daar was al bijna een schroefje weg. Nou, en nog eentje bovenin bij de antenne. Dit zijn ook de schroefjes die exact van deze plek vandaan halen. Zo leg ik ze ook op de schroefmat neer. Ik zeg dat eigenlijk in elke video wel een aantal keer. Dat doe ik niet voor niks, omdat ik weet hoe belangrijk het is. Het houdertje kan er weer op. Die zit ook vast met twee schroefjes. Ik maak de knik hier nog even wat mooi, omdat de batterij hier straks weer op komt te liggen. Hier bovenin komt nog een schroef. Nou, hier komt eerst de dikke schroef bovenin. En de achtercamera komt op zijn plek. Ook daar overheen zat weer een houdertje. Dan geef ik iets tussendoor. Als de flitser het bijvoorbeeld niet doet, dan denk je van oké, ga ik de flitser vervangen. Maar als er een storing in de achtercamera zit, dan kan het ook zijn dat je flitser en je zaklamp niet werkt. En niet doordat je flitser kapot is, maar dat je achtercamera kapot is. Dus die werken met elkaar samen. Dat is wel belangrijke informatie om even te weten. De simkaart kan er weer in. Schroefje daaronder moet weer vast. Zo gaan we eigenlijk in een razend tempo de iPhone weer in elkaar zetten. De antenne. Het is nog wel even een precisiewerkje. Die zit weer op zijn plek. De connector kan weer vast. Nou, de batterij zet ik weer op zijn plek. Dat doe ik met behulp van een nieuwe batterijsticker.
Andere achterkant druk ik een klein beetje aan. Zo, die zit weer netjes op zijn plek. Nou, de trilmotor. Kan weer teruggeplaatst worden. De twee kruiskopschroeven. Nou, pak het schermpje er weer bij. Alle connectoren kunnen we op zijn plek. Het houdertje komt er weer op. En zo zit het puzzeltje van de iPhone 6 bijna weer helemaal in elkaar. Dus nogmaals, let goed op dat je de goede schroef op de juiste locatie weer terugplaatst. Anders krijg je echt vervelende defecten. Want in het moederbord lopen allemaal verbindingen. Als je een te lange schroef terugplaatst, dan draai je dwars door een verbinding heen. En dan heb je ergens een defect. Als je gewoon de schroefjes gebruikt die je eruit hebt gehaald, dan weet je zeker dat je de goede formaten hebt. Nou, wat moet je nou doen bijvoorbeeld als deze wegspringt en ik vind hem echt niet weer? Of je kunt in een schroef setje de juiste schroef zoeken, zodat je exact weer die schroef van dat schroefformaat op die locatie hebt. Klik ondertussen de batterij even dicht. Of uit een oude iPhone waar je niks meer mee doet, kun je een schroef uithalen. En anders kun je beter het schroefje eruit laten dan zomaar een willekeurige terugplaatsen. Nou, de batterij. Het batterijschildje zit weer op zijn plek. Nou, eerst doen we de bovenkant, zorgen dat hij goed op zijn plek zit. Dan kunnen we hem aandoen. Nou, dan weten we gelijk dat het nieuwe aan-uitknopje ook weer werkt. De twee pentelopen schroeven gaan weer op zijn plek. Dan gaan we de flitser natuurlijk nog even testen. Nou, en die derde microfoon die kun je bijvoorbeeld testen door een stukje op te nemen. Nou, als we hem op video zetten, zien dat de zaklamp het doet. Nou, en dan testen we gelijk nog even de microfoon van deze zijde. Nou, die doet het ook. Dat is mooi. De reparatie is geslaagd. Ik kijk op de schroefmat. Alle schroefjes zitten er weer in. De iPhone is weer gemaakt. En ik ga alles straks weer even opruimen. Het is een klein beetje een rommeltje geworden. Nou, deze aan-uitknop was niet kapot. Maar is jouw dan wel kapot? Dan is dit de manier hoe je moet maken. Ik hoop dat je wat van deze video hebt geleerd. Vergeet niet, bezuinig niet op een schroefmat. Want die is enorm belangrijk bij deze reparatie. Omdat je zoveel schroefjes eruit haalt. Nou, nogmaals, ik hoop dat je er wat van hebt geleerd en dat je er wat aan hebt gehad. Geef dan even een duimpje op onze video.
En abonneer even op ons YouTube kanaal en kijk een volgende video. Nogmaals, bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in een andere reparatievideo. Tot ziens!